Hey, jij komt nu in mijn no-go zone. Ik vind het niet comfortabel. Oké, okay, ik ga je overmaken nu, ja. Bro, schiet op. 7-7? Schiet op, broer. Bro, kom op. Hey, yo. Wow. Wat doe je? Repareer jij even je eigen auto? Oh shit, Karel gaat vechten, hoor. Touch glass. Oh shit. Het gaat beginnen, jongens. Ding. Oh, Karel. Ik moet niet oppassen, Karel, want ik moet me niet boos maken. Hé, als Karel verliest, kost je 20k, hè? Wie, mij niet? Ik heb niet ingezet op Karel. Oh, Karel. Oh shit, Karel. Niks, jongen. Oh, gekke levensdood. Sorry, je wil echt niet deze op je kaak maken. Okay. Oh. Oh, deze man kan al goed ontwijken, man. Karel, lekker, Karel. Pak hem. Hey, laat mij tegen Karel. Ik zit op Peter, 20k. 20k. Wacht, voordat je verder gaat. Als jullie straks die 20k op mij pakken. Hoeveel krijg ik daarvan? Ik krijg niks. Oké. Ai, fight. Dit is Boxing Influencers 2.0 hier. Wacht. Touch glass. Hey, wacht! Hey, Peter, 20k. Lekker, Karel. Peter, ga je winnen. Trap het, Peter. Ontwijken, houd die techno op, Peter. Karel. Karel, hij zit wazig. Peter, speel op conditie. Is een oude kerel dit, broer. Kijk hier, hey, Karel! Jongens, dit is oneerlijk. Hey, Peter, houd die techno op, pa. Karel kan op eens dodgen. Houd die dekking op. Oh shit, omdraaien. Peter, dekking. Karel in de hoek. Kijk hem gaan, hoor. Houd die dekking op. Hoppa, Karel. Jongens, dit is niet eerlijk. Ik wil revenge, Hij gaf de eerste klap. Bro, ik werd duizelig omdat ik hem zeg maar een box wou geven en toen sloeg hij mij. Yes, ik ben ready. Doe zo. Ja, ook ready. Ja, maar ik moet zo staan. Ja. Touch glass. Hey, Peter, Piet, kom op man, slaan. Let's go, Peter. Maak kapot. Kom op, Peter. Karel ontwijken. Bro, mooi, heel mooi. Counter. Bo! Hoppa, over de ring heen! Kom terug, man, joh! Hopsa, waar ben je? Oh. Hé, hey, Peter Piet, moet wel recht slaan, hè, niet missen. Kom. Ga niet badder op ons, hè. Moet ik tegen jou? Ja, toch. Hé, wie noemt mij zwak? Ik heb 3 ton, en pas op. Vast koop ik een shot hier en dan ben je weg. Hé, Peter, blijf stil vandaan, kom even hier. Hé, wie is deze ANWB guy? Wat is hij? Dat is Sjoerd. Oh, hey, van de ANWB 7k. ANWB guy heeft money. Hey boys, ik denk dat het echt tijd wordt om een waggie te kopen, man. Kom. Dan maar Peter, kom morgen. 6x6, beste waggie. Ik wil even naar tweedehands gaan, man, bro. Niet bij de week. Tweedehands, ik wil hem kleien, want ik zie eruit. Tweedehands, bro, je kan het tenminste met tunes kopen. Dan kan je hem later voor een leuk prijsje weg doen. Kom, dus koop je hem stok, snap je? Oh, maar ik wil nieuwe auto's rijden. Wat ziet hij als tweedehands, bro? Alleen jij weet. Nou, maar jullie weten het ook. Nee, maar wij weten het niet. En dan kom ik bij de motorclub aan en is het jij daar met je tweedehands auto? No. Iedereen houdt tweedehands. Allee, laten we naar de tweedehands store gaan. Oh, is dit de tweedehands store? Ja, daarboven. No, hij is duur. Oh, 300, ik val bijna flauw, man. Ja, maar hij is wel fully, bro. Maar ik heb een snelle auto nodig. Oké, een snelle auto. Deze is goeie, kijk hier. Ja, maar hij is 2 deuren, hè? Ja. Oh, 2 deuren, maar. Oh, man, dat zag er wel echt goed uit. Oh, een Tesla. Ja, maar die kan autopilot, hè? Geen grap. Je zet waypoint, je zet autopilot aan, hij gaat vanzelf rijden. Maar wel duur, 134k. Ja, deze is wel goeie. Ik zou deze halen, man, Peter. Maar is dit fully option? Nee, bijna niet man. Fully, man. Het is helft. Geen motor. Je hebt geen motor. Nou, hij mist wel de grootste, hè? Motor is wel de grootste. Motor en turbo mist. Oh, deze gaat. Ik moet een snelle auto, ik moet wegkomen voor politie, man. Deze BMW gaat gewoon 300 plus. Ik ben er niet van rijden, dit man, bro. Ik zeg eerlijk, ik zeg niet dat hij lelijk is. Luister, het is dat ik 10k te mee kom, alles koop ik hem niet. Dit is een klassieker, of niet, Karel? 100, man. Ja, maar laten we eens van Karel bij. Oh, nee. Het duurt allemaal 20k naar Karel. En hij staat je, Karel.
Ja man, hij staat ook bij de karakter, eerlijk. Dit is wel echt een karo-auto, man. Ja, het is wel een karo-wakkie toch? Dan moet hij maar niet nog blakka maken, broer. Je mag mijn A6 kopen. Voetje. Wil je een A6? Ja, hier komt hij. Nee, hij is wel vrij. Hij is wel zo dik, man. Oh, dit mag ik een testmondje doen. Alsof ik dit van. Ja, oh. Ik ben gelijk betrokken door Flitspa. Waarom zei je niks? Ja, ik... Deze gaat ook wel snel, hè? Hij gaat 321, die optrekt van. Oh, dit is wel een gekke wakker, hè? Oh, mannen volgen die nette lijnen en zo. Wow, ja, toch. We zijn clean deze dagen. We zijn hier boven. Gaat er een Flitspa. Je hebt de bocht gechopt. Ik heb echt dubbel gechopt, man. Moet ik hier naartoe? Even terug. Ik ben helemaal de weg kwijt. Niet over de 80 gaan. Niet over de 80 gaan. Dat gaat heel snel met deze auto, man. Ja. Daar ga ik alweer, man. Hé, moet je die A6 een mooie prijs geven? Oké. Gooi een mooie prijs op mij. Je krijgt hem voor 2 ton mee, broer. Je gaat nergens die prijs krijgen. Fully tune, 2 ton. Dat is fully, ja. Hij gaat 3 barkie plus. Oké, jongens, ik vind het eerste zo, iedereen om mij heen vind ik me heel erg onder druk gezet. Ik voel me niet comfortabel hierbij. Dat begrijp ik. Oké, en ik snap het. Ja. Maar eerlijk, hypothetisch gezien is 175.000 de veel mooiere prijs. Die man gaat er af. Hey, wow. Het is gewoon onderhandelen, man. Geloof me, je bent echt goed gegund, man, broer. 200.000, geen onderhandeling mogelijk. Ook die gewoon 195.000? Dan heb ik nog 5k extra voor Cassie. Wow. Oh man, IJs wordt er moe van. Ja, ik wil niet gierig klinken, maar eerlijk, 1,75 zou echt mooi klinken. Maar oké, sorry. Kale knikker. Ja. Oh gek. Bowlingbal. Stuur hem die 175k, ik declareer die 150. Oh, ik wil echt niet gierig klinken. Komt die waggie van Karel kijken. Waar is jouw waggie, Karel? Kijk hem daar beneden, bro. Fully blakka, bro. Oh, nee, je hebt hem al laten pikken. Oh! Wil je een stukje mee rijden? Ja, maar rij me niet dood, want ik ga zo een auto kopen. Rijman, wat vertrouwen jullie niet? Yo! Regel even die shit. Oh, wacht, laat me even die. Wacht, Karel, wacht op mij. Kijk, mannen trekken gewoon iPhone 12 Pro Max, bro. Wat is dat? Mannen trekken iPhone 12 Pro Max, wat praat je over? Kijk, ik heb nog wat met iPhone 6, bro, wat praat je over? Ja, maar bro, ik heb abonnement. Bro, ik heb Sim Only, man, wat praat je over? Ik heb Sim Only, man. Oh, nee, bro, mannen zeggen hier in jouw gang, je hebt Le Barra. Oké, ik ga geen grap maken, ik ga geld overmaken. Stuur eerst even 1 euro. 7,9, hè? Ja, maar stuur eerst 1 euro. Ik heb euro gestuurd. Ja. En nu ga je die euro veranderen naar 200. Nee, ja, hoeveel je dat gaat overmaken? 175, ik stuur die andere 50. Heb je euro gemaakt? Oh mijn god. Wow. Ik wou nog even 1 keer testen, ik word zenuwachtig, man. Het duurt lang, ouwe. Bro, mijn handen zijn aan het trillen. Ik heb nog nooit zo'n bedrag overgemaakt. Hij doet 17.400 euro, bro. Hij is echt de oplichter. Bro. Nee, bro, ik dacht dat je zei 17. Wacht, ik ga. Bro, je mist een nul. Mannen, maak fat. Nee. Ja, we gaan beter pinnen, man. Bro, ik maak geen fat. Bro, hoezo zet je mij in mijn eigen auto? Ja, bro, ga uit mijn auto! Je probeert mij hier te flashen? Nee, bro. Ik ben zeg maar dyslectisch, maar dan met cijfers. Als je mij een doezoetje of 2 zal flashen, saaf, niks aan het broer. Je probeert mijn fucking 150 gaten te flashen. Nee, bro. Dat was niet de bedoeling. Bro, fuck up with you. Bro, wil je niet mijn auto eigenlijk botsen nu? Ik ga even rekenen hoeveel je moet pinnen, ja? Oké. Even kijken, wacht. Peter, die brengt me altijd weer in de problemen. Bro, ik wou gewoon eerder. Ik had gewoon verkeerd verstaan. Probeer ik wat voor je te regelen en dan moet het nou weer zo, jongen. Goed. Bro, ik dacht dat hij zei 17.000, maar hij zei dus jij 175. Jij gaat precies in die winkel voor mij pinnen, gestart. 157.600 euro, of weet ik precies nu cash van jou zien, ja? Maar ik heb je net ook al 17.000 gegeven, toch? Ja, die heb ik al afgerekend van 175.000. Dus je moet naar 157.600 overmaken. Oké. Schiet nou eens op, Peter. Ik word er ook moe van.
Kom op nou. Jongens, luister. Ik word zenuwachtig, want deze man een shotty op mij trekt. Ah, kijk, dit bedoel ik. Daar komt hij weer geen shotty. Begin te pinnen. Bro. Jij komt nu in mijn no-go zone. Ik vind het niet comfortabel. Oké, ik ga je overmaken nu, ja. Bro, schiet op. 7-7? Schiet op, broer. Bro, kom op. Bro, ik maak het nu over. Ik maak het nu over. Kijk, ijs. Kom erbij. Ik maak over. Ik heb jou gegeven. Bro, jij? Wat, bro? Wat heb ik gedaan? Hij heeft mij gewoon een toezoe en 610 euro te weinig. Nee, bro. Wacht. Nee. Wat heb je nou weer? Bro. Hij geeft 155.999. Dat zei jij! 155.600, maar ik wil die euro gewoon bewaren voor Big Mac. Big Mac euro is euroknallen vandaag, aanbieding. Kom op. Oké, ik ga nu pinnen. Bro, je denkt, ik ben een kleine speler. Nee, jij bent grote speler, bro. Jij bent Messi. Messi en Neymar in één. Geef Fatou's regel, die ding, man, broer. Oké, ik ga het nu regelen. Ik wil die 1601 euro. Boy, ik ga jou nu geven. Hier. Ja, toch, kom ik. Bro, trek die shot die weg van mij, man. Ik heb nog nooit onder zoveel druk een auto gekocht voor zo'n mooie prijs. Dit is echt nieuw voor mij. Stap in. Je mag kom even gaan rijden. Oh, damn. Je kan ook gewoon shuffen. Bro, luister dan. Mijn kont is te dik om te shuffen, man. Karel, wil je racen? Kom dan. Je trekt hem eruit, jongen. Oké, kom. Oh, daarachter. Hey, hij gaat al. Hey. Ja, dit is oneerlijk. Zo zijn ze ook wel snel. Ja, maar jou ligt beter op de weg. Oh, nee, kijk hier. Nu ben ik drijven, jongen. Heb je gordel wel voordat je eruit vliegt? Ja, man. Wow! 360, oh, nee, 360, nee. Klaar. Die BMW heeft gewonnen. Karel heeft raar gewonnen, bro. Hey, Karel. Hoi. Je was een valse start, man. Ja, rot op. Jij kan gewoon niet rijden. Oh, dit, maar hey, bro. Wacht even. We moeten eigenlijk wel foto's maken bij onze nieuwe auto, man. Kan iemand even een foto van ons maken? Je wakker is geswiped. Oh, dit. Hey! Je maakt de foto's met mij, toch? Nee. Ik maak er geen foto's, man. Wat nou, Peter, dan gaat je geld. Bro, kom op, man. Zeg maar, doei tegen je. Hello. Nee, man. Hello. Ik dacht dat het mijn auto was, man. Hé, hey, weet je wanneer jij je auto krijgt? Wanneer? Je krijgt deze auto terug op één voorwaarde. Hoe dan? Nee, Asa, niet doen. Nee. Je trekt nu je kleren uit. Je rent naar die paal in je onderbroek en je rent terug. Krijg jij je auto terug van mij. Bro, luister, dan kom nu uitstappen. Ik sla je helemaal knock-out. En bro. Waarom kom je altijd met soep? Waarom lachen jullie mij uit? Oh, nee. Ja, kom met vuisten van jou. Nee, dit zijn geen vuisten, bro. Kom, stap in. Ah! Hey. Is je eigen auto, je kan hem open. Is je eigen auto, je sleutels. Hey, ik kan hem niet open doen, man. Omdraaien. Heb je die sleutels nog niet gegeven? Omdraaien. Oké, ik draai om. Doet je. Hey, bro! Hij zegt. Hey! Oh, dude, ik zeg je eerlijk, jongens, dit is wel enge bak. Die binnenkant is business, broer. Ik heb de binnenkant nog niet eens gezien. Oh, de. Hey, Karel. Ja. Ik ga jouw zus ophalen met deze auto. Ja, kom dan. Oh, Karel. Karel, het gaat helemaal fout. Hey! Karel, nu eruit. Kom naar de snelweg. Bro, kom naar de snelweg, kom eruit. Ik ga een paar tikken aan jou geven, man. Je rijdt de hele auto naar de tyfus. Moet je luisteren, vriend. Ik rij zo meteen over je benen heen. En dan ben je aankomen de 2 maanden krimpel. Hé, bro, niet gek doen, bro, met je gekke spoiler. Want ik denk dat je in Too Fast Too Furious zit of zo. Ja, dat doet meer pijn aan jou dan dat het pijn doet aan mij. Oh, je zit ook nog in mijn auto. What the fuck? Wie is dat? Hey, stap uit! Stap uit! Hey, iemand zet een shotje op zijn hoofd. Nee. Kom. Oh, jij bent zo hater op mijn nieuwe auto, hè? Achterlijk, joh. Zo, jij bent achterlijk, man. Kan je aftellen, ja? Ja. Nee, drie keer toeteren. Oké, toeteren. Bij de derde keer gaan we toeteren. We rijden. Oké, toeter. Hoi. Hey, zijn auto is gewoon sneller. Die man heeft gewoon een snelle auto als van mij gekocht. Oh shit! Oh, laat hem! Hey! Karel! Hey Karel! Dat spijt mij, man! Terry, laat je mijn auto naar de klote! Ja, wat denk je van mij? Karel! Wat denk je van mijn auto dan? Jij?
hier komen. Bro! Je kan in die boxring hebben gevochten, maar dit is echt de straatvechter. Bro, Karel, stop nu. Stop. Stoppen jij. Stoppen. Oké. Oh shit man, Karel. Dat ging toch niet expres? Hey! Hey! Rijd mee louter naar de klote. Je rijdt me 100.000 km per uur op min. Niet gek doen. En jij niet gek doen, want je krijgt er een paar en dan word je morgen wakker. Luister, we hebben allebei vandaag een nieuwe auto gekocht. We moeten juist trots zijn en foto's ermee maken. Ook al zijn ze kapot nu. Ja, hij rijdt niet meer. Ja. Bro, Karel rijdt tegen mij aan. Wat de? Hey, luister. Jullie hebben die auto nog niet eens... Karel, Oh shit, sorry, je stond in mijn weg. Ik zei toch stoppen. Jij vuile, vieze hondenbal. Karel, niet doen. Ik wil je niet knock-out slaan. Ik krijg je er een paar, hè. Hier, vriend, leggen bij je onderkin. Hotza. Oh. Hier, tot morgen. Hey, stoppen. Morgen. Goeie tijden, Judo Sander. Stoppen, Karel. Karel, ik wil je niet doodmaken, man. Ja, ik wil je niet doodmaken. Ik geef je zo'n okkenoot, jongen. Dan heb je weer in één kraar. Geloof mij maar. Stop nou even, man, Karel. Ja, ben je er klaar mee dan? Ga jij mijn auto repareren? Lik je uitlaat, bitch. Hoe bedoel je een likje uitlaat? Ben je gek of zo? Ja, nou, blijkbaar wel. Godverdomme, rijd gewoon muiten naar de tering. Dan kan je blijven rennen, kripp. Oké, laten we... Kom, rustig. Klokkenluiden van de Notre-Dame. Dan ja, back maar je... Bochel. Ja, je zus heeft een bochel. Ja, zo meteen inderdaad, want dan heb jij er weer zwanger geprikt met het superzaad van je lelijke teringozen. Hé, dat vind ik vies, dat je dat doet zo. Nou, Karel, man, hoezo vechten we ineens weer met elkaar? Ja, omdat jij muiten naar de tering rijdt, achter. Bro, jij rijdt mijn auto eerst twee keer in de rij, ik had een rood lampje door jou en nu... Ja, en omdat ik godverdomme dan 200 of 300 kilometer meer op de snelweg rijd, denk jij... Hé, hey, weet je wat ik ga doen? Bro, ik ben Peter Piet en ik rijd zijn auto naar de tering. Nee, bro, jij vliegt zelf uit de bocht. Jij vliegt uit de bocht. Hoe kan jij dat nou zeggen dat ik uit de bocht vloog? Wow. Ja, dan kan je met die armen gaan, Jackie Chan. Maar ik ben Khabib de Meukende Medanoff, hè? Want ik kan je in de houtgreep leggen, nou, dan ben je morgen nog niet klaar met. Als je nog eens ding doet, dan krijg je toch een optaten hier, jongen. Ja, optaten. Oh. Je zuster op een houtvlot. Oh. Wow, wat zei je? Nee. Wat zei... Godverdomme. Ik zweer het. Ik zie sterren. Jongens, kijk uit, één van jullie gaat lachen. Kijk uit, jongens. Genoeg. Ik zie sterren. Oké, stoppen. Laat me met rust. Kom dan. Bro, ik wil je... groot praten toch, hè? Bro, ik wil je niet kapot slaan. Laat me gewoon met rust. Karel, genoeg. Bro, waarom blijf je achter me aangaan? Ik wil je niet doodslaan. Nee, ik hou je alleen maar in de smiezen. Welke smiezen? Ja. Lul. Welke spie... Oh, sorry man, Karel. Ja, oké. Jij bent een... Karel, dit wou ik niet doen. Nee. Ik wil geen opa's mishandelen. Ja, kom. Stap in, ik breng jou weg. Ja, stap in, ben je weg. Mijn auto is kapot door jou. AMB is onderweg. Nou, Peter Piet, stap uit, dan maken we het goed en dan zijn we weer vrienden. Oké. Trek maar aan mijn vinger. Trek aan mijn vinger. Of jij aan de mijne. Het is weer goed.